Arno Rekkers, welkom. Er is een nieuwe directeur van de Nederlandse Bank en die heeft meteen slecht nieuws voor huizenbezitters. Vertel. Nou, niet zozeer voor huizenbezitters nu, als wel voor met name mensen die een huis willen kopen. De nieuwe president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft gezegd dat aflossingsvrije hypotheken in feite niet meer mogen. Dat zijn hypotheken waarbij je wel rente betaalt, maar geen schuld aflost en eigenlijk pas de schuld aflost aan het eind van de termijn of als je je huis verkoopt. Ja, maar er waren toch al onlangs verscherpte maatregelen genomen? Ja, er waren al verscherpte maatregelen genomen. Dat wil zeggen dat het wat minder mag is om zo'n hypotheek te krijgen. Banken ook wat scherper zijn dat mensen niet zomaar een enorme hypotheek krijgen en dat ze pas in de problemen komen. Klaas Knot gaat verder. Die zegt de renteaftrek, de gedurende looptijd, die bouw je af. En dan ben je eigenlijk ook gedwongen om je schuld ook af te lossen. Dus dat betekent dat je gewoon in 30 jaar je hele hypotheek aflost? In 20 of 30 jaar afhankelijk welke termijn je kiest. Maar het principe is inderdaad, je lost gewoon af op je schuld. Punt. Ja, maar het is toch hele slechte timing nu? Ja, de timing is niet erg gelukkig. Ik kan me best voorstellen dat de president dit zegt als hij praat over individuele gevallen. Want het is nog wel raar wat sommige mensen doen. Het niet aflossen, dat betekent dat als jij bijvoorbeeld gedwongen bent je huis te verkopen, bijvoorbeeld in verband met scheiding, werkloosheid, of dat je moet van baan veranderen naar een ander deel van het land, dan kan het een probleem zijn. Maar voor de gehele markt, de vastgoedmarkt, is het niet erg handig om dit te zeggen, want daarmee neemt de betaalbaarheid van woningen neemt af. Je zult dus zien dat mensen mogelijk wat minder makkelijk een huis kopen. En de huizenmarkt is al een groot probleem in ons land. Die staat in feite helemaal stil. Moeten we ook even oppassen, er worden nog steeds duizenden huizen per maand verkocht. Maar de huizenmarkt zit in een enorme dip, dat weten we met z'n allen. En zo'n uitspraak van de Nederlandse Bank, zeker als er maatregelen doorkomen, zal die huizenmarkt niet vlot trekken. Ja, want dit is nog maar een uitspraak van de bankpresident, hè? Ja, het is een uitspraak van de... Maar begrijp wat je zegt, het is niet zomaar een uitspraak, hè? De president van de Nederlandse Bank is wel iemand in onze samenleving. Maar Den Haag gaat er in principe over. Den Haag gaat er in principe over, maar Den Haag luistert over het algemeen heel erg goed naar de president van de Nederlandse Bank. Want de president van de Nederlandse Bank wordt wel geacht om de financiële stabiliteit van onze samenleving mede te bewaken. Ja, oké, maar concreet betekent dit, als dit doorgaat, dat dit wordt overgenomen door Den Haag, dat we netto per maand misschien wel honderden euro's meer moeten gaan betalen voor een huis? Ja, uiteindelijk wel. Tegelijkertijd, vergis je niet, aan het eind van de looptijd van de hypotheek is het huis dan ook helemaal afgelost en is het ook van jou. Ja, maar nu we zijn nu opgegroeid met wie dan leeft, wie dan zorgt. Ja, en misschien is dat ook wel een beetje te veel geweest in de afgelopen jaren. En dat daardoor er veel mensen de problemen zijn gekomen is ook duidelijk. Hè. We kennen allemaal de gevallen inmiddels van mensen die inderdaad verplicht waren hun huis te verkopen. Bijvoorbeeld inderdaad door scheiding. En dan de restschuld die ze hebben veel groter is dan de opbrengst van het huis. Ja. En dat levert wel op individueel niveau grote problemen op. Oké, dankjewel Arno. Graag gedaan.